Goedemiddag allemaal, het is vandaag dinsdag. Marnie, zou ik even dag zeggen? Het is dinsdag. Ja, het is dinsdag. Ja. Waar gaan we naartoe, Jay? Waar moeten we naartoe? Ik heb heel veel pijn in mijn mond. Ja. Jay die moet naar de tandarts. Die had al een afspraak gepland staan al ruim een tijd geleden. Dus wij gaan nu naar de tandarts. En dan gaan ze ook gelijk even naar zijn kaak kijken omdat hij pijn heeft. Dus ja, ik ben even benieuwd wat ze gaan zeggen. Waar is Rajan? Hoi schat. Ga je ook mee met Jay naar de tandarts? Ik ga ook mee. Ga je ook mee, Raj? Ik ga lopen bij de tandarts. Ja, maar je moet wel luisteren. Ja, maar dan ga je ook nog met de baas op voetballen. Ja, dat is tafelvoetbal. Ja, en dan ga ik ook nog... We zien jou niet. Andere kant. Dan ga ik ook aan die mevrouw een bal vragen. Ja, een bal. Ik ook. Nee, Jayen, jij moet het vragen. En het is echt ontiegelijk slecht weer. Ik zal even mijn camera omdraaien. Een momentje. Het is echt ontiegelijk slecht weer. Het regent. Dat mag het. Ja. De regen is nu gestopt. Maar het heeft net zo hard geonweerd en gebliksemd. Echt niet normaal. Nee, doe even normaal. Jay, mag ik even je ogen zien? De zwelling is al weg. Zo, ja, kijk er. Ja, vandaag is de zwelling echt al weg. Ik vind het wel prima hoor. Draai eens even op, schat. Blauw wordt ook iets minder paars. Alleen in de ogen. Het is nog rood, hè? Maakt niet uit. En je kaak doet alleen nog pijn, hè? Ja, ik ga echt naar de tandarts. Doei. Ja, je moet naar de tandarts. Ja, ik ga het zelf. Midden op de weg. Nou ja, we moeten wel naar de tandarts. Dus we gaan even kijken wat ze zeggen. Maar als je pijn hebt, dan is mama ze bij. Dus. Oké. Ga je gitaar spelen? Ja. Nee, ik kan niet. Met een spons. We zijn weer even beland in de solo. Ga je even een ijsje eten? Ja, oké, okay, kom. Kijk, ik heb weer teruggelegd. Kijk. Ja, ze hebben echt veel, hè? Ik heb alles. Dit meenemen. Nee, schat. Oké, zoals gewoonlijk zijn wij weer onze auto aan het wassen, want... Die was weer aan de buitenkant vies. En er zaten springkanen in de zijspiegel. Ja, en hij zit er nu in. En hier, hij zit er Zo, onze auto is weer schoon. Ja. En Raja, laat je mooie shirt eens zien. Marshmallow. En nu gaan we naar huis. Nee, we gaan nu even naar Nani Loes. Want die heeft ook nog cadeautjes voor jullie gebracht uit Spanje. En die moeten jullie ook even gaan ophalen. Auto! Ik weet niet wat ze heeft gehaald. Auto, denk ik. En dan rijden we ook even langs Nani Marijke. Tommy! In niveau. Wat doe jij? Kijk maar op camera. Hè? Ik zie jou niet. Nee, omdat je aan het vloggen bent. Ja. Maar wat heb je te eten? Auw. Oh, heb je maar eentje gehaald? Auw. Ja. Oh, je wist al dat we kwamen? Kom je echt? Ja. Je lief. Nee. Jean, ik heb twee kleuren. Wat ben je er? Nou, ik ben nu nog even bij de... Giant! Wastra! Nee, Nani en Nana! Nani en Nana is opa en oma. Ja, opa en oma. Ja. Ik ben opa en oma filmen. Maar papa wil niet, dus... Nissie wel, hè? Nissie, met wie ben jij? Met Nani.
En waar gaan we alweer naartoe? Alweer naar IKEA. Vorige keer waren we met Francis, toch? Nee. Michiel en mijn Nani. Je arm wordt nooit. Nee, je moet even ruilen. Wat ga je ruilen? Ik weet niet, we moeten even wat gaan ruilen. Oh, die ding. Voor check. Voor deze niveau. Ik moet niet naar, ik kijk naar die schermen, maar ik moet naar de lens kijken. Ik kijk gewoon naar je schermen. Nee, want anders, je kijkt scheel dan. Want als je naar dit kijkt, dan kijk je niet naar die mensen. Oh, hoi. Het is raar om naar die lens te kijken. Ja, maar je moet naar daar kijken. Maar je wilt toch zien wat je... Ja, maar dit is alleen... Kijk wat ik wil. Huh? Je moet mama wil ook op beeld. Dit is onze lieve moeder. Oké. Kijk, moet ik even bij jou gaan doen? Oké, ga je. Zout van hem hier leven te dik. En mijn vader is aan die kant, maar hij wil niet op camera. Oh, ben je mooi! Missie, kijk hier. Missie. Zo, zit je lekker daar, Nani? Zeg, ik moet deze kopen voor hem. Mooi, Nis. Deze moet je kopen voor mij. Gaan we samen kopen? En ja, stofzuig hebben we al. Oh, kijk. Nee, ik wil ook stofzuig. Dan moet ik. Hij is wel mooi. Wat heb je nou weer? Beer. Wie krijg je die beer? Van Nani? Nani. Van oma. Van oma. Zo, ben je moe, Jill? Ja. Ja, vind ik gek. Ja. En Nana, en Nana. En Nana, en Nana. En Nani, en Nana. We zijn al bijna klaar bij de IKEA, dus we gaan nu lekker zo naar huis. Jade en Raji zijn met tante Loes. Hi. Zullen we weg? Nee. Eerst een ijsje. Oh, je krijgt een ijsje van Nani, hè? Blauwe. Nee, roze. Of dood. Ik heb dat eerst gebeurd. We gaan kijken of die er is, hè, want die was er al een tijdje niet. Nee. Oké, kom. Is die tijdje vervolgd? Kom. Ja, een soort mini-pas. Mag ik jouw Fortnite shirt zien? Waar zijn Jane en Rajan? Waar is Jane en Rajan? Nee, bij Nani Loes. Ja. Nu kan we ook danken. Nee. Ayo, Sjaak, wat doe je met mijn kind, joh? Nis, waar ben je? Wat doet Tata met jou? Ga jij als boodschappentas mee? Doe het, Jim. Ga met mij mee, kom. Dat is kort schietje. Kijk, Tata, maar. Kusje? Krijg je wel een kusje? Later, die sportdiski. Oké. Nou, het is vandaag woensdag en we hebben vandaag niet veel boeiends gedaan. We zijn nu pas buiten, het is al 4 uur. We gaan boodschappen halen ook. Ja, en we gaan even wat eten. We gaan even gezellig wat eten met z'n vieren ergens. En dan gaan we even boodschappen halen. Want, wacht even hoor, ik ben aan het filmen en aan het rijden. Ik heb tenminste vandaag de hele dag huis opgeruimd en schoongemaakt. Lekker de bovenverdieping opgeruimd en schoongemaakt. Bedden verschoond. Beneden alles weer opgeruimd en schoongemaakt. De koelkast helemaal leeg gemaakt. En alles gedaan. En ja, alles wat niet meer goed was, weggegooid. Dus ja, dan blijft er ook niet veel meer over in de koelkast. Dus ja, we gaan even boodschappen halen. We waren vorige week al boodschappen gehaald, maar niet echt veel boeiend hadden we gehaald. Alleen een beetje drinken, maar we gaan nu gewoon even andere dingetjes halen. Brood en zo. Dus het is veel boeiend, doen we niet weer. Het gaat behoorlijk goed naar mijn oog. Nee. Dix is al weg. En mijn moeder heeft bijna de camera laten vallen. Slim, slim. Slim, slim, ja. Of een slim Piet. Maar je zwelling van je oog is helemaal weg, hè? Hij is nog blauw en hij is nog rood van binnen. Maar je ziet al dat hij een beetje aan zijn kleur is, want hij wordt een beetje rood en geel, zie je? Hai. Een beetje rood-geel wordt hij. Filmen. Ja, we zijn nog even naar de Mac gegaan. En onze auto schoonmaken, want er is weer een auto vies gemaakt. Ja. Samen met Rajan. Ja. Rajan heeft allemaal chips op de grond laten vallen. En Renisje heeft... Yes. Wat heeft Renisje gedaan? Gewoon rotzooi. Gewoon rotzooi op de grond gegooid. Voor mij. Ik
klaar voor je stofzuiger. Hij zit er nu te rijden. We zijn bijna bij de stofzuiger. Het is nog steeds te regenen. Heel veel. Zo. De kinderen zijn nog bij mijn ouders. Ricardo en ik gaan even gezellig samen wat eten. En dan komen we Raja weer ophalen, want die blijft thuis slapen. En Jay en Darrenis blijven bij mijn moeder slapen. En wat zei je? We gaan even alleen eten. Rick heeft honger. Rick gaat gelijk rennen naar boven. Mooi hè? Ik weet niet of ze dat kunnen zien. Nee, nu is het mooi in mijn huis, is het te. Ja. Glitter weer, maar we gaan even eten nu. Smoothie. Oh, je kan smoothie nemen. Kijk. Kiwi, spinazie, komkommer. Heeft smoothie? Nee, ik heb ook gewoon aardbei. Ik moet niet. Jij moet niet. Jij houdt niet van smoothies. Lekker soepie. Zo, moet dat zo? Dat stond zo wild. Heb je lekker gegeten? Ja. Ik zit alleen te denken wat ik daar moet bestellen. Doe even normaal. Oh my god, daar moet ik wel. We zitten vast. Moet er nog een trap. Oh, nog eentje. Wat doe je? Ik wist niet dat het zo lang duurt om naar boven te lopen. Het duurt ook niet zo lang, hè? Hallo. Hoe gaat? Huh? Hoe gaat? Ja. Nou, goed. Hallo. Oh, ben je weer aan het stofzuigen? Hey. Hoi. Rick laat gewoon mijn telefoon vallen en hij loopt gewoon lekker door. Het is mijn lolly. Ik vind jou niet lief. Doe Joe Jonas. Hey, voetbal is een superleuk sport. Maar het is wel een contactsport. Wat eet jij? Wordt het naar niet gegeven? Niet nee. Ga je bij je oma en opa slapen? Ja? Ga je me missen? Ga je op mijn bed slapen met mij? Oké, okay, dat is gezellig. Ga je ook hier blijven slapen? Ga je me missen? Nee. Ga je me niet missen? Nee, want ik zie je de hele dag. Ga je me missen? Nee. Ga je me missen? Ga je me missen? Ga je me missen? Ja, ga ik ook niet missen. Ga je me missen? Nee. Raadje gaat met mami mee, hè? Nee. Kijk eens, mami. En wie is het bed weer slapen? Bij ons. Daarom wil je bij ons slapen, hè? Eens even. Raja is zo schoonlijk weer ergens aan het verstoppen. Kio! Hey, ga jij bij mama en papa slapen? Ja, en onze tuinbal is al goed. Ja, we gaan dadelijk kijken voor de tuinbal. Gaan we met de auto of met de bus naar huis? Auto. Maar met wat wil je naar huis? Met een auto. Met een auto? Oké, dan gaan we met een auto. Ik dacht met de bus. Hey, maar jij mag lekker bij ons in bed slapen vandaag, hè? We gaan eerst kijken of die stuiter wel goed is. Ja, we gaan eerst even lekker douchen, want het is al heel donker buiten. Mag ik nou even gamen? Nou weet ik, dan gaan we even nadenken, ja? Ja. En mij filmen! Mama, en mij filmen! Hoi, Nis. Ik eet worstje. Eet je een worstje? Oh, gaan we gezellig hier eten met z'n allen, hè? Oh, nee. Ja.
Oké, dit vinden die kinderen dus leuk, hè? Fortnite. En Raja, wat doe jij? Jij speelt een spelletje op de telefoon. Rajan? Ja. Kijk, wat voor shirt heb je aan? Fortnite. Alleen maar Fortnite, hè? En Jay ook Fortnite. Jay, heb je ook Fortnite aan? Kijk, hè? Ook Fortnite. En ik heb niet Fortnite aan. Vandaag niet, hè? Ja, maar jij hebt ook Fortnite. Maar ik doe ze ook nog. Hè? Wat ben je aan het doen? Klimmen daar. Ja, laat hem maar lekker moe worden. Hij wil op de deur klimmen. Ja, hij wil gewoon nooit alleen zijn. Dat is het. Ja, met mijn vriendin. En we gaan eventjes eten. En dan gaan we weer even naar een horrorfilm. Niet erg hoor. Niet eng. Nee, die maar was niet eng. Ik ben dus benieuwd hoe deze is. Zal wel meevallen, denk ik. Ja, ik denk het ook. Ik denk het ook, maar ik vond... Jij hebt die ding niet gezien. Nee. Die trailer. Ik heb hem wel gelezen. Nou, ik heb de trailer gezien en ik vond het wel eng. Dus. Ik heb hem gelezen. Oh. Ja, als ik het lees vind ik het ook niet zo eng. Dat ze over een boek dat zelf leeft. Weet ik veel. Het zag er wel eng uit hoor. Een vrouw zonder teen. Oh, echt? Ja. Oh mijn god. Dus we zijn even lekker op Scheveningen. I love Scheveningen. Hier, La Galleria, recht voor ons. Oh, gaan we daarheen dan? Kijken wat ze hebben. Ja, kan. Doe jij even open voor mij? Ja. Nis, hi. Ben je nu thuis? Mis je mama? Oh ja. Maar je bent met papa. Hoeveel? Mooie tenen. Ja, niet zoveel. Goed. Ik moet even proeven. Jij vindt het lekker, denk ik. Ik weet niet, ik moet dat proeven. Wow, bijna laten zien. Ja, ik zie het. Wat heb je daar? Pijn. Ja. Wij eten Kentucky, maar wij eten ook stiekem 5 kei. Tenminste, Francis gaat 5 kei eten en ik eet die patat daarvan. Ja, en van mij zit hier in de tas. Oh ja, gedokt. We zitten bij Kentucky en 5 kei eten. Maar oké, het is wel echt een lekkere patat vandaar. Op de tijd toch? Ja, ik ga even checken. Oké, we zijn nu bij Bartea aangekomen en we gaan naar deze film. Zo. We gaan naar deze film. Oh, wacht. Scary Tories. Oh, Scary Tories zeg ja, ik. Ja, scary... Ja, met je Tory al een keer. Scary... Hoe je maar die Tory komt. Scary maar, Stories. Stories. De Stories en Tory is hetzelfde. Tory. Tory. Staat hij hier op? Nee. Oké, het is geen Tory, maar het is Story. Ja, Wakka. Kijk, we kunnen even hier zitten. Kijk. Okay. Even alleen. Even. Kijken. Ja, we kunnen even hier... Die het vuurtje opstart. En even hier wachten. Ikzelf. Kijk, hier zat ik vorige keer met de kinderen ook. Lekker snoepjes.
Een gratis privébioscoop, maar niet heus. We zijn hier even aan het wachten. Want hoe laat is het? Hij moet 25 minuten wachten. We kunnen al rond 11 misschien alvast gaan. Pas over 50 minuten begint die film. Ik dacht dus dat die film 10:30 begon. Ik zei dat de hele tijd tegen Francis. Ja, moet echt opschieten, want die film begint 10:30. Maar nee hoor. De film begint pas om 10:50. Daar kwam ik net achter toen ik aan het eten was. Toen zag ik dus dat het 10:50 begon. Mensen kijken me echt raar aan, hè? Ja. Maar, vond je het eng? Viel wel mee. Wel een beetje. Een paar stukjes, hè? Ja. Eventjes. Wel een beetje scary. Okay. Deze was meer echt. Over ja. Een pop. Annabel was gewoon een beetje exorcism en zo. Ja. Oh. Oké. Vraag het even de veterster een keer zo. Maar het was wel een leuke film. Ja. Maar het was wel een beetje eng. En nu gaan we naar huis. Oké, dit gebeurt als iemand anders in je buggy rijdt. Ze heeft al eerder in mijn auto gereden hoor. Gaan we naartoe? Hier naar rechts? Ja, naar rechts toch? Ik ben gewoon moe. Zij mag ook rijden. Ze wil niet rijden. Ik wil nooit rijden. En we gaan nu lekker naar huis. Tot de volgende keer hè, paté. Of casino. Moeten we dan naar links? Nee, rechtdoor. Rechtdoor. Je kan ook hier naar rechts, maar ik kan rechtdoor. Hier rechts toch? Dan ken ik ja, het. Ja, ja, nee, ja. Maar het is dicht daar, weet je nog? Oh, rechtdoor dan. Want dan kunnen we via de snelweg doen. Oh ja. Want die tunnel was toch centraal tunnel? Ja, 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 ja. Ja. Hey, kan het licht uit hebben, serieus? Oh, wat is hier niet met jou? Nee. Ik weet niet waarom ik zo hees ben nu, hè? Ja, wat voor die film? Ik heb niks gedaan. Ik was gewoon bang. Maar hey. Nee, ik vond het echt wel een leuke film. Ik ben blij dat ik ben geweest. Zit ik te film voor? Nee, ik had hem helemaal voorgezet, maar deze auto is anders. Want, ja, ik weet niet. Ja, gewoon rechtdoor. We moeten gewoon rechtdoor rijden, klaar. Dan ben je. Komt wel. Dan zien we het wel. I like you. Babe, what you do.